Dit is Bunschoten Actueel. Dit programma wordt in deze coronatijd al wekenlang gemaakt en gepresenteerd door de Los en de Bunschoten. En vandaag doen Jan Muis en ik het weer samen. En Jan, ik ga het gewoon vertellen. Je had een heel mooi bericht toen je hier binnenkwam. Jouw zoon is geslaagd. Klopt. Mijn oudste zoon die kreeg zojuist het bericht dat het diploma hem toegekend zou worden. Dus na 4 jaar hard werken, kan ik eerlijk wel zeggen, is dat toch een mooie bekroning. Dus nou, we zijn allemaal heel happy vandaag. Dus dat wordt een heel stralende presentator. Gasten zijn vandaag burgemeester van de groep, Arie ter Beek van Museum Spakenburg, Roelie Volkersma van Meander Medisch Centrum. Onze burgemeester zit al bij ons aan tafel. Maar eerst gaan we met elkaar kijken naar een bijzonder filmpje van enkele weken geleden, toen Zorg- en Wooncentrum De Haven nog in lockdown was en een gesprek of een bijzonder initiatief vaak nog via een hoogwerker ging. Maria, jij werd vorige week benaderd vanuit Mozaïek. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik werd door Esmeralda vanuit Mozaïek gebeld. En zij vroeg of ik iets leuks wilde doen voor mijn moeder die in het verzorgingstehuis zit in verband met Moederdag. En toen zei ik, ja, wat dacht je dan? Ja, een gedicht of een mooi lied of ja. En meteen moest ik aan de droom van mijn moeder denken. Want een paar weken terug had ze tussen het wasgoed een envelop gestopt met een droom die ze gedroomd had. En die droom gaat erover dat ze droomde dat wij als kinderen een lied voor haar zongen en het raam een eindje open zodat ze het goed kon horen. En ze had een witte zakdoek in mijn hand, dan kon je mij beter zien waar ik zit. Nou, ik moest daar gelijk aan denken. Ik zei tegen Esmeralda, ja, dat moet een lied worden. Want omdat zij dat al gedroomd had. En dat is een lied wat mijn moeder en ik vroeger aangeleerd hebben op het koor. Het is in Duits, maar de tekst is ontzettend mooi. Mijn moeder woont in een verzorgingstehuis hier in het dorp. Ze woont daar omdat ze al 96 jaar is. En ik heb haar 10 maart voor het laatst gezien. Dat is 2 maanden. Hey, lieverd! En je vertelt me dat, leuk! Nee, de kerk! Mozaïek! Ja, maar wat denken jullie dan? Wat moet ik dan doen? Ja, een gedicht of een lied. Nou ja, wat moest ik toen meteen aan denken? Een droom. Aan de droom. Mijn steekt in kleine handen. Nun kan ik ruhig zijn, ruhig zijn in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Hoe vond je dat? Lieverd, zo'n mooi lied hè, in deze tijd. En we hebben met alle kinderen hebben we een mooie bloembak voor je gekocht. Voor je moederdag. Vind je de verrassing mooi? Ja, ik hoor dat druk. Oh ja, hele droom uitgekomen. Ja, helemaal uitgekomen. Kijk, ze zwaaien allemaal naar je. Ja. Heel hoog, hè? Nou, lieverd, we gaan. Ja, oké. Okay. Doeg! Burgemeester, welkom bij ons. Het is 2 weken geleden dat u hier zat. Hoe kijkt u nu naar de situatie?
In verband met corona dan. Ja, nee, ik begrijp dat. En fijn om hier weer te zijn om ook even de situatie, de vinger aan de pols te houden, om zoals het heet. En we zijn natuurlijk weer een nieuwe fase ingegaan. Hè? Ja. Er is steeds gezegd van, misschien kunnen we op 1 juni dit en dat. En ja, het is 1 juni geworden en we hebben stappen verder gezet. Er zijn ook weer aankondigingen dat het er naar uitziet dat er op 1 juli weer verder volgende stappen kunnen worden gezet, zodat we steeds meer uit die lockdown vandaan gaan komen. En ja, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Daar luchten mensen wel van op. Mensen pakken dat ook op en zeggen, nou fijn dat het weer kan en dat dit weer gaat en dat weer gaat. Ja, en tegelijkertijd is het ook spannend, want we doen weer wat en we komen er weer en er zijn dingen, maar wat gaat dat virus doen? Wanneer popt dat op? Komt dat dan en zijn we dan toch te optimistisch geweest of doen we het helemaal goed? Hè? Het is niet voorspelbaar. Nee. Het is wel, denk ik, het gevoel van het gaat stap voor stap, het gaat beleidsmatig. Ik vind het wel vertrouwenwekkend wat onze regering daarin doet. Ja, maar er is wel heel veel natuurlijk. En je hoort ook weer dingen, bijvoorbeeld slachthuizen, dat er toch echte uitbraken zijn. Ja. Gaan we niet te hard een beetje? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat als we wat we in de samenleving doen nu, dat vind ik best, vertrouwenwekkend. Dat we zeggen van, zo gaan we om met openbare bijeenkomsten. Dit hebben we afgesproken voor de terrassen. Hoe zit het bij de musea die opengesteld zijn? Er zijn heel veel regels die daarin ook nageleefd worden, waar mensen hun best voor doen. Dat merken onze BOA's ook. Hè. Er zijn vragen, maar het is niet zozeer dat mensen denken van, het kan ons allemaal wat we doen waar we zelf zin in hebben. Het is toch over een heel groot draagvlak om het voorzichtig te doen. Maar dat er dan op bepaalde plekken, zoals in die slachthuizen of op andere plekken, eigenlijk gemarchandeerd wordt met de regels en risico's worden genomen. En die dan ook meteen ook weer tot de uitbraak leiden. Ja, dat is aan de ene kant verkeerd, want dat kun je niet goedkeuren. Aan de andere kant zijn het echt wel waarschuwingen dat wij niet zomaar weer van alles kunnen doen. Dat het echt belangrijk is om het gecontroleerd te doen. Dus ik kan dat alleen maar onderstrepen. Volg die aanwijzingen. Het is niet voor niks. Want waar mensen denken, ach, wat maakt het uit? Slaat het virus zomaar onverbiddelijk toe. Ja, inderdaad. En dan hebben wij het gevoel dat die dingen krijg ik ook tot me. Er wordt gehandhaafd. Fantastisch, dat is voor ons eigen bestwil. Maar toch zien we ook bussen vol mensen rijden. Dat zie ik ook voor mijn eigen ogen. Waar echt veel te veel mensen naar hun werk gaan. Het zijn helaas vaak arbeidsmigranten. Ja. Wordt daarop gehandhaafd? Ja, nou dat is dus ook een zaak van de arbeidsinspectie, hè, die dat in de gaten moet houden. Want wat er binnen bedrijven gebeurt en naar bedrijven toe, is best wel een zorg. Ik zie ook dat binnen de arbeidsmigrantengroep zelf ook niet altijd hetzelfde besef is dat ze iets moeten. Dat ze dan zelf ook in de onderlinge omgang buiten werktijd veel te laconiek. Er zijn mensen die denken, weten ze het dan niet? Is ze dat dan niet verteld? Nou, reken maar dat dat is gedaan. Ook via de uitzendbureaus en via de werkgevers. Waarin ook teksten in hun eigen taal zijn verstrekt. Zodat ze precies weten wat er aan de hand is. Maar ja, zij gaan, en dan heb ik de goede niet erna gesproken, een deel gaat daar toch gewoon te laconiek mee om. En dan is er ook nog misschien de factor dat werkgevers daarin niet altijd zorgvuldig handelen. En ik kan alleen maar zeggen dat als mensen dingen waarnemen en zien en niet klopt, om dat toch wel te melden. En dan kunnen de bevoegde instanties daar iets mee doen. Maar het is niet een taak van de gemeente en de handhavers van de gemeente om te kijken van wat gebeurt er in bedrijven en na bedrijven toe. Wij gaan als gemeente over de openbare ruimte, over samenkomsten, evenementen. En wat daarin gebeurt. Maar het gaat wel ons allemaal aan. Ja, nee, maar daarom zeg ik ook melden. Niet voorbij kijken. Geef aan wat je ziet en wat je hoort. En dan kan daar ook. Er zijn bevoegde instanties voor, zoals een arbeidsinspectie, GGD, die dan polshoogte kunnen komen nemen. En dan kan er ook eventueel maatregelen worden genomen. Nou, voor het deel dat dan op mijn bordje komt, zal ik dan niet schromen om die maatregelen ook dan te nemen. En het wonen? Want het wonen is gewoon soms ook met te veel in één huis. Ja, maar goed, als mensen nu een huishouden met elkaar vormen. Jawel, maar dat is ook verschillend.
Ja, nee, maar als je een huishouden met elkaar vormt, of je nou met z'n vieren, met z'n zessen of met z'n achten zit, los van de vraag of dat goedgekeurd is, dan is dat met z'n achten in één huis wonen natuurlijk niet gevaarlijker voor je gezondheid, van je volksgezondheid. Want dan heb je, ben je met elkaar in dat huis en op het moment dat er één verkouden is, moet de rest in quarantaine. Dat, die regels die zijn dan exact hetzelfde. Als je zegt van ja, maar er zijn soms dat de woningen, dat mensen te dicht op elkaar wonen, zodat er geen ruimte is. En feitelijk gezien eigenlijk geen afzonderlijke vertrekken zijn. Ja, dan heb je natuurlijk eerder ook kans op besmetting. En daardoor is ook die voorlichting in die groep ook enorm belangrijk om dat te weten. Wat ik me ook wel zorgen over maak, is dat een deel ook bij bedrijven werkt die minder werk hebben. En dan hebben ze dus ook tijdelijk geen werk, soms ook tijdelijk geen huis om te verblijven. En ook niet dat ze naar Polen of een ander land teruggaan, omdat ze daar dan in quarantaine moeten. Dus dat je dan ook een soort, zeg maar zwervers krijgt. En die dan ook weer overlast geven in de openbare ruimte. Daar hebben wij ook mee te maken en zorgen over. Ja, ja, maar ik bedoelde eigenlijk ook dat het wisselt. Hè? Er zitten 10 mensen in een huis, dat is al veel. Maar dan gaan er weer 4 weg en er komen weer 4 nieuwe. Ja. En dat is dan ook weer 1 gezin. Ja, nou gezin niet, 1 samenleving, hè, ja, zeg maar. En voor de regels worden ze dan beschouwd als 1 gezin, 1 huishouden. Dus ze mogen dat wel. En aan de andere kant, er komen misschien wel mensen met een virus binnen. Ja. En ja, dat is ook zo. Dat is dan ook spannend. Als er dan 1 ziek wordt, moeten ze allemaal in quarantaine. Dus ook daar. Maar er zijn, wat dat betreft, er zijn wel veel arbeidsmigranten bij ons in het dorp. Maar er zijn eigenlijk geen specifieke gevallen bekend van arbeidsmigranten die corona hebben gekregen. Dat is maar heel gelukkig, hè? Ja. Terrassen open, laten we iets leuks gaan vertellen. Hoe is dat voor u? Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat was een mooie dag om te zeggen van gelukkig kan dat weer. Heel goed overleg van de gemeente, de horeca en betrokken winkeliers en Dynamisch Spakenburg. Zo van, hoe gaan we dat nou doen? Nou, dat heeft ertoe geleid dat we dus meer ruimte op het Spuitplein hebben gemaakt om dat ook een vorm te laten krijgen. En ook rondom het Spuitplein op wat plekken. Dus zodat de horeca toch wel weer gelegenheid heeft om wat meer te verdienen. He, binnen mogen, als de zaak groot genoeg is, ook niet meer dan 30 mensen. En dan is het dan toch wel moeilijk om dan een verdienmodel te houden. Dus ze zijn dit jaar sowieso, lopen ze veel schade op en dan verdien je niet meer terug. Maar we vonden het wel belangrijk om ze nu zoveel mogelijk te faciliteren. Ja, nou, ja. En dat is dus gedaan. We moesten ook wat maatregelen nemen om het ook wat veiliger te zijn als mensen daar lopen of fietsen. En dat met name de samengang van terras en fiets, dat mensen toch te dicht bij elkaar komen. Dus ook om de maatregelen van corona toe te passen, is dus besloten om het Spuitplein voor doorgaand fietsverkeer af te sluiten. En we gaan voor komende zaterdag gaan we voor het eerst zien wat het is om de terrassen en de markt samen te hebben. Dus nou, dat zijn allemaal van die dingetjes waarvan we ook als gemeente monitoren. Hoe loopt het? Zijn er nog dingen die niet helemaal goed lopen? Moeten we daar nog iets aanpassen? En we gaan er wel vanuit, nog steeds, dat wat we nu gedaan hebben met markt en terrassen en afsluitingspuitplein, nou ja, dat tijdelijk is. Ja. Ja, nou, dat is mooi om te horen, want je hoort ook geluiden dat dat toch gezelliger was. Maar het gaat fantastisch met de terrassen, volgens mij. We zullen straks ook nog even de mensen zelf horen. Ik heb iets anders. Ik kreeg een idee van iemand. Er zei iemand tegen mij, wat jammer dat zelfs de visserijdag niet doorgaat, hè? Ja. Ik mocht zijn naam noemen, Theo Boersma. Hij zegt, kunnen we niet een privéfeestje gaan maken? Dat we alleen Spakenburgers doen. Ja. En dan toch mooi elkaar de ruimte gunnen, maar toch die gezelligheid. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik zou het heel graag ondersteunen als het kon. Maar het is op dit moment heel helder dat tot 1 september alles wat evenementen is verboden is. En hoe het na 1 september wordt, is nog niet bekend. Nee. En als je iets moet organiseren, dan moet je het eigenlijk van tevoren wel weten. Want je moet ook 3 maanden van tevoren vergunningen aanvragen. De gemeente kan die vergunning ook niet afgeven voordat duidelijk is hoe het er na 1 september uitziet. Wellicht komt er dan meer ruimte, maar dat een visserijdag, ook al zou die onder ons zijn, hè, ik denk dat er toch nog zoveel toeloop zou zijn
dat het heel moeilijk zou zijn om te zeggen, nu hebben we een visserijdag gehad en toch coronaproof. Het bijt elkaar. Ik hoop van harte, ik kijk uit naar dat er weer een onbekommerde tijd komt. Oh, en als we dat hebben, wanneer dat komt en hoe lang dat duurt, dat weten we nog niet. Maar een onbekommerde tijd, dan kunnen we helemaal losgaan. En dat is helaas nu op dit moment, kan het niet in een vooruitzicht stellen. Nee, voorlopig niet en misschien ook niet in oktober een privé visserijdagje. Via Zoom kan het wel. Hè. Je kunt natuurlijk iets organiseren en met z'n allen zeggen van we gaan dan met elkaar virtueel bij elkaar zitten. En dan kan je ook het Spakenburgs volkslied zingen. Ja. Dus wellicht komen er dat soort initiatieven, maar een echte... Het met elkaar een visserijdag vieren, zo noem ik het maar, dat zit er gewoon dit jaar niet in. Nee, heel jammer. Straatcoaches zijn aangesteld. Kunt u precies uitleggen waar dat voor is? Nou, dat is eigenlijk ook een initiatief wat vanuit de boei natuurlijk is gedaan. Omdat veel mensen die vragen hebben van wat is er nou in het openbare leven aan de hand en hoe zit dat dan en wat kan wel en wat niet en kun je mensen daarin wegwijs maken. Ja, dat is gewoon heel goed dat er ook particuliere initiatieven zijn. En op deze manier mensen zich beschikbaar stellen om dat werk te doen en anderen zeggen nou fijn dat dat er is. Het geeft natuurlijk ook een beetje het gevoel van we doen het samen. Dus het vrijwilligheid, het samen doen en als samenleving naar elkaar omzien, dat past daar allemaal heel erg bij. Dus zo'n initiatief ben ik heel erg blij mee. Ja, mooi, want we moeten afstand houden, maar we binden ook weer samen. Zo zie ik het zo goed? Ja, het gaat er eigenlijk om dat we in alles wat we nu hebben, dat we zeggen aan de ene kant mankeren we wat, want we doen het niet zoals we het altijd deden, dat is een beperking. Maar we laten toch zien dat we als samenleving sterk genoeg zijn om dat te doen. En daarin ook elkaar te helpen, ook als mensen daar dreigen. De weg wat meer kwijt te zijn, dat er anderen zijn die zeggen, nou, maar dat ga ik voor je regelen. Nou, ik vind dat een mooie kant van het omzien naar elkaar, waar de Bunschoten samenleving sterk in is. En dat het zijn ook op deze manier, ja precies, trots op, maar ook dat ook waarderen. Ik vind dat ook mooi dat het gebeurt. Nog zo even een vraagje. Hoe kijkt u als burgemeester naar wat er door burgemeesters deze week allemaal... Wat ze voor hun kiezen gekregen hebben, zo moet ik het zeggen. Nou, dat is misschien de goede uitdrukking. Hè? Het is natuurlijk zo dat je dat niet allemaal in de hand hebt. Het lijkt soms dat je dat in de hand hebt of in de hand zou kunnen houden. En iedereen heeft er een mening over, hè? Iedereen heeft er een mening over. En ik weet ook dat op het moment dat er dingen gaan gebeuren, moet je in scenario's denken. En moet je ook die verschillende scenario's nalopen van wat als en hoe en wat zou je dan doen. Dus ik ben blij dat ik dit soort vraagstukken weer niet op mijn bordje heb gekregen. En je ziet ook wel dat en hoe mensen zich gedragen. Hè, dat mensen dan ineens, terwijl ze wel iets voor iets moois opkomen, de gezondheid van zichzelf, maar ook van de anderen om zich heen ineens op het spel gaan zetten. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dan denk ik met die boodschappen die we hebben gegeven van mensen, je moet toch wijzer zijn, vermijd drukte. Nou, dan ga je dat niet doen. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant, omdat als gemeente en als burgemeester, volgens mij moet je gewoon blijven zeggen dat dit niet kan. Op deze manier. En dat moet op een veilige manier en dan kan het wel. Maar anders moet je het gewoon en afkeuren en ervoor zorgen, zoveel mogelijk wat in je vermogen ligt, om te voorkomen dat dit soort opeenhopingen van mensen zomaar kunnen gebeuren in deze tijd. Ik hou mijn hart vast. Het was buiten, het was niet binnen, maar ik hou toch mijn hart vast. Wij zeggen niet voor niks, jongens, die visserijdag is zo mooi, maar het kan niet. Ja, en dan ga je toch niet die risico's lopen. Nee. Nou, dan moet ook eigenlijk het hele land heen moet dat vastgehouden worden. En ik mag hopen dat we allemaal de rug recht houden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant wens ik al mijn collega's, zeker in de grote steden, heel veel wijsheid toe om het op de goede manier te doen. Lijkt me een mooie afsluiter. Ja. Ik wens u ook veel wijsheid toe. Ja. En ik dank u wel dat u hier wilde zijn. Ja, graag gedaan. Bye. 3 juni werd uitgeroepen tot Wereldfietsdag. In Nederland is fietsen heel gewoon. Maar wereldwijd worden wij daarin als uniek gezien. Toch is er een ontwikkeling. Nu is gebleken dat door minder auto- en vliegverkeer de lucht zoveel schoner is geworden, wordt fietsen ook elders populairder. En
Fietsen is gezond en fijn. Op 3 juni werd er zelfs een fietsapplaus gegeven. De cultuursector heeft het ook moeilijk gehad in deze tijd van coronacrisis. En heeft het wellicht nog wel moeilijk. Maar er worden weer allerlei initiatieven opgestart. En te gast is hier Arie ter Beek. Vooral bekend als museumdirecteur van Museum Spakenburg. Ja, Arie, het museum weer open. Ja, we zijn inderdaad weer open gegaan. Zei het mondjesmaat. We zijn niet helemaal open. Want de eerste 2 dagen hebben we de deuren dichtgehouden en moesten de mensen zich eerst aanmelden via de telefoon of via de mail. Alleen de ellende is dat wij het vooral moeten hebben van mensen die langslopen en denken van hé, dat is een leuk museum, daar wil ik even kijken. En dan is het toch een drempel als ze eerst moeten bellen. Dus vanaf vandaag hebben we gezegd van ja, we doen toch de deur maar weer open. Dat is toch wat uitnodigender. En dan moeten we even zien hoe het gaat. De eerste dag hadden we 3 bezoekers, dus dat is de moeite niet waard. En gisteren waren het er gelukkig 13. Dus als die trend zich voortzet, dan gaat het de goede kant op. En dan mogen er steeds in totaal 30 mensen in het museum. En dat halen we toch niet. Dus dat is geen probleem, die 30. Het enige probleem is natuurlijk dat de mensen zelf die 1,5 meter in het oog moeten houden. Dat is in het museum totaal geen probleem, want er is ruimte genoeg. Maar het is wel de discipline van de mensen om zich aan die 1,5 meter te houden. Misschien is het een idee om bij de ingang een telefoon te bevestigen. Dat we de mensen even kunnen bellen als ze voor de deur staan. Ja, dat was de eerste 2 dagen nodig. Maar nu kunnen ze gewoon naar binnen lopen. En ja, dan moeten we natuurlijk eerst vragen of ze niet ziek zijn of andere klachten hebben. Want als dat zo is, dan mogen ze er sowieso niet in. Nee. Maar als ze dat niet hebben, dan vragen we wie ze zijn. En dat noteren we. En dan mogen ze erin. Het jaar begon heel mooi eigenlijk. Mooi initiatief ook van 75 jaar bevrijding. De ereboog in de Oude Schans. Ja. Tentoonstelling in aantocht. Het leek allemaal super te gaan worden. En toen dus de coronacrisis. Ja, hoe groot is de schade? Ja, dat weten we pas aan het einde natuurlijk. Maar het ging inderdaad eerst de 2,5 maand van dit jaar buitengemeen voorspoedig. We hadden ook veel aanvragen voor groepen. Vooral uit België hadden we heel veel groepen dit jaar. En er zijn er gelukkig een paar geweest. Alleen ja, na 14, 15 maart was dat in één keer afgelopen natuurlijk. En anders heb je in deze tijd van het jaar altijd een agenda vol met boekingen. En nu is die akelig leeg. En dat betekent natuurlijk dat we geen inkomsten hebben. We hebben nu dan een beperkte openstelling. Maar we hebben nog niet de gelegenheid om koffie en andere dranken te schenken. Dat willen we ook weer langzaamaan gaan proberen. Maar dan moeten we eerst nog eventjes het protocol aanpassen en dat ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente of dat akkoord is. Maar in principe is het museumcafé natuurlijk gewoon een horecagelegenheid, dus dat zou moeten kunnen. Maar het zit er niet in dat de schade dit jaar nog ingehaald zou worden? Als we onze premier horen dat die 1,5 meter voorlopig nog blijft, dan halen we die schade dit jaar sowieso niet meer in. Nee. De expositie van 75 jaar bevrijding, die is ook gecanceld. Ja, het is niet alleen de expositie. We hadden ook, en dat was ook heel leuk, we hadden alle schoolklassen, alle scholen gevraagd om met een groep leerlingen langs te komen en een rondje door het dorp te maken. Een rondje door het dorp waar langs bepaalde plekken dan met foto's werd aangegeven wat daar in de oorlog is gebeurd. Ja, dat moest natuurlijk ook gecanceld worden. En ja, ook die tentoonstelling, want het had dan weinig nut, want op dat moment wist je nog helemaal niet hoe lang alles ging duren. En je kunt wel een tentoonstelling optuigen voor mensen die niet komen, maar dat heeft geen zin. Het enige wat we gedaan hebben is de poort bij de ingang neerzetten. De poort van 75 jaar bevrijd. Een herinnering aan wat er in 1945 ook stond. Weliswaar een beetje kleiner en in een modernere uitvoering. Maar die was er klaar voordat het hele gedoe begon. En om die dan gewoon weer weg te brengen, dat leek ons ook geen goed idee. Dus vandaar dat we die poort er neer hebben gezet en die staat er nog steeds. En die laten we voorlopig goed even staan. En het is de bedoeling dat dan volgend jaar de hele boel weer opgestart wordt.
En dat we dan die tentoonstelling samen met de historische vereniging Bunschoten weer gaan doen. Ja, dan maken we er 76 jaar bevrijding van met een sterretje erbij. Ja. Ja. Waarin we even uitleggen dat het een jaartje later geworden is. Maar we willen het net zo groot aan gaan pakken. Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar goed, dat hangt natuurlijk niet alleen van ons af. Wij kunnen wel iets willen, maar de scholen moeten dat natuurlijk ook willen. En als die dat willen, dan gaan we dat op dezelfde manier doen als dat we dat dit jaar van plan waren. Naast directeur van Museum Spakenburg ben je ook directeur van de Stichting Centrum voor Erfgoed en Cultuur. Ja, helemaal vol. Inderdaad. Daar valt er samenwerking onder met diverse stichtingen volgens mij. Ja, ja, het is een samenwerkingsverband tussen de verschillende stichtingen. Dus de Stichting Bottenwerf Spakenburg, de Stichting Bunschoten Botten BU210, de Stichting Monumenten Bunschoten, Stichting Korenmolen De Hoop en natuurlijk Museum Spakenburg. En daarnaast hebben we contacten met de Stichting Behoud Museum Haven Spakenburg. En die willen ook tot dat samenwerkingsverband toetreden. Alleen daar is het door de omstandigheden nog niet definitief van gekomen. Maar dat gaat wel gebeuren. Er valt er vanaf die terreinen ook nog wat te melden. Bijzonderheden. De molen die is gewoon open, begrijp ik. Ja, de molen is open. Tenminste, de molenwinkel is open. Want boven, dat zou op dit moment ook weer kunnen. Maar onze molen heeft een dusdanige oppervlakte boven dat je daar nooit die anderhalve meter in acht kan nemen. Met bezoekers erbij, wel voor het personeel, voor de medewerkers. Maar niet met bezoekers. Dus de molen die blijft, zolang de anderhalve meter blijft gelden, is de molen gesloten voor het publiek. Tenminste, de molen zelf. De winkel is gewoon open. En de winkel heeft de afgelopen weken gedraaid als een tierenlier. Dat is echt ongelooflijk dat mensen zich nu ineens gaan afvragen van wat moet ik thuis doen? Laat ik eens een cake gaan bakken. En die zijn natuurlijk hartstikke goed welkom bij de molen. Dus de ploeg vrijwilligers was ook wat kleiner dan we normaal gesproken hebben. Omdat er toch ook een paar mensen in de wat gevaarlijke categorie zitten. Dus die zijn niet gekomen, maar de overblijvenden hebben zich een slag in de ronde gewerkt om al die zakjes te vullen. Dus in die zin had de molen wel de wind. De molen had op dat punt in ieder geval de wind mee. Met het malen is er wat. Het lijkt alsof het steeds waait. Alleen voor de molen om te malen is het wel eens nog net te weinig. Ja. De cultuursector, hoe moeilijk heeft hij het in het algemeen? En merk je daar ook steun vanuit de overheid bij? Ja, er zijn natuurlijk verschillende initiatieven. Wel van het Rijk als van de provincie. En landelijke museumvereniging heeft aan het Rijk gevraagd om Rijksmusea die gebouwen huren van de overheid, om die in ieder geval een half jaar huur kwijt te schelden. Dus dat verzoek heb ik ook mondeling hier aan het gemeentebestuur gedaan. Want we betalen natuurlijk wel huur, alleen er staan totaal geen inkomsten tegenover. Terwijl andere kosten natuurlijk gewoon doorgaan. De provincie heeft ook een nieuwe nota vastgesteld. Ja, die gunstig is voor molens. Ja, dat is gisteren gebeurd. Ze hebben een programma voor erfgoed en cultuur vastgesteld gisteren. Daar is ook aandacht voor monumenten. En dus ook voor molens. En er waren wat regelingen in de provincie die op molens betrekking hadden, maar die waren niet meer up-to-date omdat de gemeente Vijf Herenlanden erbij is gekomen. En die zaten in Zuid-Holland en hadden een gunstige regeling voor molens, dus daar moest wat aan gebeuren. Nou, wij dachten hartstikke mooi dat je alle molens op één lijn gaat zetten, want dan horen wij daar natuurlijk ook bij. En wij, dat is dan de houtzaagmolen, de Sterren Utrecht, de Korenmolen, de Windhand in Soest en onze molen. En in eerste instantie was de opmerking, ja, jullie horen er gewoon bij. Ja, wij horen erbij, wij horen bij de Utrechtse molens. Alleen we vallen niet onder het regime van de subsidie. Dat is alleen geldig voor rijksmonumentale molens. Ja, onze molen is 11 jaar oud. Dus dat moeten we nog een 19 jaar wachten voordat die monument kan worden. Maar onze molen heeft natuurlijk exact dezelfde functie als de molens in het zuidwesten van de provincie. Maar alleen dat predicaat Rijksmonument ontbreekt. Daar hebben we als met die drie molens gezamenlijk een brief over gestuurd aan de Staten.
En een enkel statenlid heeft daar aandacht voor gevraagd. Maar de gedeputeerde was redelijk kort in zijn verhaal van dat gaan we niet doen. En dat is toch jammer, want daardoor creëer je toch weer een tweedeling in je molenbestand. Terwijl die drie molens natuurlijk ook gewoon onderhoud nodig hebben. En wij vinden die molen natuurlijk allemaal prachtig en daar zijn we trots op. Kan het gemeentebestuur hier nog wat in betekenen, denk je? Nou, het is natuurlijk een zaak van Provinciale Staten. En wij hebben ons best gedaan om het probleem onder de aandacht te brengen. En een enkeling die heeft daar aandacht voor gevraagd, maar de meerderheid die loopt er blijkbaar wel. Maar wat loop je dan financieel concreet mee? Is dat enig idee? Ja, er zijn 39 molens in de provincie Utrecht. En er is dan jaarlijks een bedrag van €400.000 voor beschikbaar. Dus als je dat simpelweg omrekent, is het een €10.000 per jaar. Maar dan krijg je dat natuurlijk niet, omdat je moet natuurlijk wat restauratiekosten maken. Maar het is wel een indicatie van wat je eigenlijk misloopt. Terwijl we zitten in de provincie Utrecht. Iedereen die die belasting betaalt, die draagt bij aan de inkomsten van de provincie. Maar op deze manier worden drie molens even opzij gezet. Ja. Terwijl die exact dezelfde functie vervullen als de andere molens in de provincie. Want als je hier wel eens je oor te luisteren legt, dan vragen de mensen hoe oud is de molen. En dan zeg ik altijd, ja, kijk maar naar boven, naar de baard. Dan staat het op. En dan geloven ze bijna niet dat die 10 jaar oud is. Nee, zeker. Een mooi compliment is dat. Ja. Nou, jij hebt diverse functies oefen je uit, Adi, want je bent ook kerkrentmeester bij de hervormde gemeente. En als kerkrentmeester, het is een soort college van beheer, die gaat over de kerk, over het, hoe alles geregeld wordt, qua geld en voorzieningen. 1 juli dan mogen weer maximaal 100 mensen naar de kerkdiensten. Daar komt waarschijnlijk heel veel bij kijken om dat goed te regelen. Ja, voor papier is het allemaal redelijk simpel te doen. Dat je weet dat er 100 mensen plus je medewerkers in mogen. Dus dat zijn er pakweg 110 dan. Maar die 100 die moet je selecteren. Je kan moeilijk aan de deur gaan staan van, en tellen tot 100 en zeggen van stop. Dus dat moet je van tevoren zien te organiseren. Plus dat je natuurlijk niet weet of iemand alleen komt, of met z'n tweeën, of met z'n drieën, of met z'n vieren. Want dan komt een gezin, die mag natuurlijk bij elkaar zitten. Maar dan kun je natuurlijk wel leuk een zitplaatsenplan maken. Maar dat loopt met het eerste gezin van vier alweer uit de hand natuurlijk. Want je zet overal twee kruisjes neer. Dus dat, hoe dat gaat lopen, dat moeten we nog even ondervinden. Maar dat vergt wel de nodige coördinatie op het moment dat de mensen binnenkomen. Dus net als bij de horeca, passen en meten op het spuitplein de gelegenheden zelf. Ja, kijk, op papier is het netjes tot 100 uitgestippeld. Maar dan komen de mensen en dan hangt het ook weer van de discipline van de mensen af. Want ze moeten natuurlijk niet zeggen, ja, maar ik zit altijd daar, dan wil ik weer zitten. Ja, dat gaat even niet. Nee, dus er wordt ook hier weer flexibiliteit gevraagd. Ja. Ja. Nog even terugkomen op het historische gebeuren. We leven in coronatijd. Op termijn zal er ook wel een keer een expositie komen van corona in Spakenburg 2020. Ja, ik weet niet of ik dat meemaak. Want wij schenken natuurlijk aandacht aan de gebeurtenissen uit het verleden. En natuurlijk heeft dat wel, dan proberen we daar wel een link naar het heden aan toe te voegen. Maar ja, wat moet je daarover exposeren? Dat is natuurlijk best wel moeilijk. Ja, je kunt een leeg spuitplein, daar kun je een foto van laten maken. En van een rij voor de bakker en dat soort dingen. Maar ja, is dat nou zo geweldig interessant om te laten zien? Misschien over 25 jaar, maar niet op korte termijn. Laten we in ieder geval hopen dat de mondkapjes tijdelijk zijn. En dat ze later als herinnering aan 2020 zullen gelden. Want... Ja, we moeten dan in ieder geval wel zorgen dat we een paar klederdracht kapjes van Katrien op de kop tikken om die in de collectie onder te brengen. Ja, want dat is op zich wel weer een leuke noviteit in deze tijd. Ja. Nou, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. En aan alle inwoners, normaal gesproken doe ik die oproep altijd van kom kijken bij ons. Maar in deze tijd is dat natuurlijk nog belangrijker. Van kom gerust even bij ons langs. We staan er klaar voor en we hebben veel om te laten zien.
De vorige keer lieten we u zien hoe geweldig men het vond dat de terrassen weer open konden. Het was ook geweldig, want juist op die prachtige zonnige Pinksterdag is er enorm van genoten. Maar hoe zijn de eerste dagen door de horecamensen ervaren? Antonio, vorige week welkom. Zag ik je blijdschap, ja. Maar ik zag ook een beetje je angst van hoe zal het gaan. Nu zijn we een paar dagen verder, hoe is het nu? Ja, nou, het voelde afgelopen maandag alsof ik mijn eerste date had. De eerste dag dat we weer open gingen. Kriebels in je buik van hoe gaat het lopen. De hectiek was niets van wat we verwacht hadden. We hadden echt verwacht, en daar heb ik meerdere ondernemers over gesproken, dat er echt een massale stormloop zou zijn op de terrassen. Dat is gelukkig, zeker voor de eerste dag, is dat een beetje uitgebleven. Ja, je moet toch zelf wennen aan de nieuwe situatie, hoe gaat het lopen. Dus dat is op zich behoorlijk goed gelopen, ja. Ja, absoluut. En hoe hebben jullie dat gedaan? Want ik zie nu ook steeds dames poetsen. Ja, nou ja, en volgens mij zie ik ook constructies een beetje zo van hoe je het uitserveert. Ja, nee, zoals je ziet hebben we het terras hebben afgebakend, zodat mensen toch niet zomaar op een tafel duiken als die vrij is. We proberen te regelen dat iedereen zich meldt aan de balie. En dan zien wij of de plek is en of het tafeltje als lege ruimte is, schoongemaakt is. We proberen wel extra let op te zijn. Dat we voordat iemand gaat zitten, dat we toch de gelegenheid hebben gehad om de tafels netjes af te ruimen en te desinfecteren. Keurig. En dan moet je het in mijn ogen moet je het afbaken. Nou, anders heb je het niet in de hand. En het voelt inderdaad, wat ik al zei van de week op tv, de gastvrijheid en dergelijke gaat een beetje weg. Het vrijblijvende, dat is lastig. En dat voel je wel, dat er een beetje soms vanaf is. Je moet mensen corrigeren die direct toch het plein oplopen. Mensen die desinfecteren de handen niet, daar moet je wat van zeggen. Dus dat voelt soms wel eens een beetje kleinerend, het vrijblijvende. Maar goed, het is niet anders en we doen het voor ieders best wil. Het is niet zo dat wij het willen, maar het wordt van ons verlangd. En daar moeten we denk ik wel serieus mee omgaan. Bert van Eijden, we staan voor de mandenmaker. Welkom. Ja, leuk. Dat is gastvrij. Ja. Maar hoe zit het nou? Hoe heb je het ervaren deze eerste dagen? Nou, de eerste Pinksterdag was ook de eerste open dag natuurlijk. En ik moet zeggen dat het eigenlijk bijzonder goed bevallen is. De drukte viel heel erg mee, in de positieve zin. Het was niet te druk, want daar hadden we van tevoren met z'n allen ook een beetje over nagedacht. Wat moeten we nou doen als er te veel wil komen? We hadden natuurlijk niet echt een crowdplan om het zo te zien, maar we hadden wel een beetje bedacht wat gaan we doen. Maar we hebben de hele dag leuk verkocht en mensen waren relaxed. Mensen vinden het leuk dat we weer open zijn. Ja, en dat vinden wij ook natuurlijk. Ja, jawel, maar als het nou te druk geworden was, wegsturen is toch ook geen optie? Nee, maar het zou wel moeten. En wegsturen is misschien een groot woord, maar je kan mensen, kijk, dat proberen wij met alles te doen, op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. En, ik bedoel, hoe haal ik het in je bottenkop om allemaal dicht bij elkaar te gaan staan? Ik bedoel, als je dat nu nog niet door hebt, dan weet ik ook niet meer wat er zou moeten gebeuren. Maar dat is natuurlijk wat eigenlijk iedereen voor zichzelf zou moeten weten. Ik ging vorige week ook naar de stad en ik kom eraan en het is veel te druk, ga gewoon terug, klaar. Zo hoort het, hè? Zo ingewikkeld is het niet, hoor. Ja, en hoe doen jullie dat met bedienen? Nou, we hebben een beetje routes gemaakt en wij mogen wel aan tafel komen. En we wassen onze handen de hele tijd, we hebben overal ontsmettingsdingen staan. We hebben in de wc of in onze gang, want die is nu niet zo breed, hebben we gewoon één richtingsverkeer gemaakt. Ja. Kijk, en zo druk is het toch niet, dus mensen wachten gewoon op elkaar en dat gaat eigenlijk prima. Mooi, hè? Ja. En als mensen nou de vraag krijgen van, bent u ziek of wat dan ook, want ik heb gehoord dat doen dan jullie. Moeten we dat vragen, kijk, daar moesten we eigenlijk meest aan wennen. Hè? Ik bedoel, ik ben eigenlijk gewend, welkom, kom binnen en ga zitten. Ja. Maar we moeten nu eerst even doktertje spelen, zeg ik de hele tijd. En de eerste dag moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf het meeste het vergat, hoor. Al mijn medewerkers die hadden het door en die moesten mij er wel eens op wijzen van, nee, Bert, die heb maar het is natuurlijk veel beter. En als we dat nou met z'n allen doen, des te eerder zijn we er vanaf. Ja? Jacob Buter, Boa. Ja. We hebben een paar mensen gevraagd hoe het gaat en ze zijn heel enthousiast. Ja. Hoe ervaren jullie dat met handhaven? Nou, wij zijn tot nu toe best wel tevreden over hoe het gaat. De mensen zitten netjes uit elkaar. Het is nu nog lekker rustig. Het is ook niet heel druk. Dus wij zijn op dit moment zijn we tevreden over hoe het gaat. En heb je ook nog wel voorbeelden van dat het misgaat? Nee, hebben wij nog niet gezien. Nee, op dit moment gaat het goed. En mochten wij zien dat het wel misgaat, dan gaan wij in gesprek met de ondernemer om te kijken naar een oplossing. Ja.
En hoe ervaren jullie het dat mensen naar jullie kijken? Want dan hoor ik nog wel eens zo van, ja, komen die boa's weer aan? Dan denk ik, ja, het is voor onze eigen bestwil. Maar hoe ervaren jullie dat? Ja, ik snap dat wel, dat mensen het vervelend vinden dat ze worden aangesproken op die anderhalve meter. Maar ja, goed, wij doen het niet voor onszelf. We doen het voor de mensen zelf, voor de gezondheid, voor hun omgeving. En daarom spreken we de mensen aan. En dat is niet altijd te vervelen. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je de mensen aanspreekt. En wij blijven vriendelijk. Dus wat dat betreft zijn de mensen altijd wel vriendelijk terug. Je hebt nog geen pepperspray nodig gehad? Nee, ik heb nog geen pepperspray nodig gehad. Daar ben ik heel blij om. Gelukkig. Ja, ja, zeker. Begrijp ik. Dankjewel. Graag gedaan. Rudy Volkersma, daar zit je weer, hè? 5 weken later. Ja. En een groot verschil. Zeker. Hoe hebben jullie deze periode ondergaan, ervaren? Ja, nou, 5 weken geleden zat ik hier en toen was het ziekenhuis echt nog wel, net als de hele wereld eigenlijk, in lockdown, of heel Nederland dan. En toen was het ook nog heel stil in het ziekenhuis en er liep eigenlijk alleen wat nodig was, hè, ook aan personeel. En wat echt in het ziekenhuis moest zijn aan patiënten, dat was er ook wel, maar heel beperkt. En de laatste 5 weken zien we dat het echt toeneemt en steeds meer toeneemt. En net voor de Pinksteren zijn ook de bezoektijden wat verruimd. Dus er is veel meer beweging en veel meer mensen in huis. En dat is best weer wennen. Ja, want je hebt ook een beetje zo'n gevoel van, kan het allemaal wel, lijkt mij. Tuurlijk, ja. Hoe is de situatie wat betreft corona? Ja, nou, we hebben in de tijd dat corona begon, vanaf halverwege maart, ook een cohortafdeling gehad, hè, waar de coronapatiënten lagen. Eerst 1 afdeling, toen 2, 3, 4. De IC was natuurlijk helemaal vol. Maar nu is het eigenlijk, we hebben geen cohortafdeling meer. De IC is ook weer helemaal schoon. Maar we kunnen wel weer opschalen als dat nodig is. En we hebben nog wel een aantal patiënten in huis. Gisteren waren dat 3. 2 op de verpleegafdeling en 1 op de IC. Maar dat kunnen we goed bemensen, zoals we het nu doen, op de verpleegafdeling en op de IC zelf. Dus stel, laat ik even iets engs zeggen, stel dat er weer een uitbraak komt, dan zijn jullie daar nu op voorbereid? Of daar zijn we op voorbereid, ja. Ja. Hoeveel mensen kunnen jullie dan ontvangen? Nou, dat durf ik niet direct te zeggen. Ik weet ook niet of het komt en wanneer het komt. Nee, maar gelukkig. We hebben ook gezien dat we heel erg snel kunnen schakelen en kunnen opschalen. Eerst, de IC is natuurlijk sowieso, kan goed opschalen, heeft 4 extra bedden. En de verpleegafdeling, er staat nu 1 afdeling stand-by voor het geval dat. Dus dat kun je ook vrij snel inrichten. En we monitoren natuurlijk ook elke dag hoeveel patiënten er zijn. En nou ja, alle artsen zijn daar ook bij betrokken en verpleegkundigen ook. Dus als je weet van dit gaat weer oplopen, dan moet je de koppen weer bij elkaar steken en nieuwe afspraken maken. Ja. En we hebben veel geleerd van deze periode wat allemaal nodig is. En dat staat natuurlijk klaar. Of dat kunnen we aanpassen naar een nieuwe situatie. Maar in basis is alles aanwezig. Dat is het mooie van het lelijke. Ja, er is veel geleerd. Ja, zeker. Langzamerhand, eigenlijk gaat het al wat sneller, zeg je al, wordt weer opgestart. Hoe hebben jullie die switch gemaakt? Nou, heel geleidelijk. Hè? Ook een beetje afhankelijk van wat natuurlijk in het land ook gebeurt, wat ook weer mag. En bijvoorbeeld de bezoekregeling, dit was natuurlijk eerst heel strikt, hè? En heel beperkt. Ook voor een aantal afdelingen nog steeds wel. Maar op een gegeven moment wil je ook wel graag weer die ruimte geven en ook het op gaan schalen van wat voor mensen ook mag. Maar we merken ook echt dat we echt nog wel aan het touwtje moeten blijven trekken van voorzichtig. Want als je, als het nee is, dan is het duidelijk. Maar als het misschien of ja is, dan wordt dat een beetje grijs gebied, hè? Ja, nee is makkelijker. En grijs gebied roept ook altijd nieuwe dingen op. Er komt nieuwe ruimte, dus mensen gaan ook andere dingen proberen of voelen. Verpleegkundigen moeten ook veel meer politieman zijn soms, hè, van u mag echt niet met z'n tweeën naar binnen. Begeleiders mogen ook nog niet de afdeling op. Dus er is veel meer discussie en gesprek. De duidelijkheid willen we wel geven en die is er op zich ook wel, maar het geeft toch wat meer onduidelijkheid, onzekerheid als er meer ruimte komt. Dat zien we natuurlijk ook in de parken. Je mag met een aantal mensen bij elkaar, maar er staan er dan toch altijd meer. Ja, en soms doe je het helemaal niet expres, want je denkt, je voelt zo van, zo gezellig, ja. Maar nog even naar het ziekenhuis. Ja. Hebben jullie nu gemerkt dat er ook wel dingen misgegaan zijn doordat mensen niet konden komen? Of er dingen misgegaan zijn? Ja, dat mensen echt te lang hebben gewacht bijvoorbeeld. Of zich om naar het ziekenhuis te komen? Ja, of weg hebben gehouden. Of dachten van, ik moet gebeld worden. Ik denk wel, ik weet niet of het echt misgegaan is. Maar ik weet wel dat we ook wel gezien hebben. Volgens mij hebben we de vorige keer ook even over gehad. Dat sommige patiënten ook niet kwamen. En we weten nog niet precies waarom.
Maar nu er wel weer meer naar het ziekenhuis komt, ook voor operaties en ook meer voor de polykliniek, horen we wel vaker van patiënten dat ze het eng vinden. Hè, dat ze toch zich wat minder veilig voelen. En daar kan ik me ook wel voorstellen. Maar of het, ik weet geen exacte cijfers of zo van hoe dat precies gegaan is. Maar dat zal misschien wel moeten uitwijzen. Dat, ja, of het misgegaan is, kan ik nu niet. Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. En al die mensen die hun afspraken gecanceld kregen, moeten die zelf gaan bellen of worden ze gebeld? Nou, ik heb begrepen dat zeker vanuit de poli de mensen worden gebeld. Er is wel goed contact gehouden. De specialist heeft ook contact gehouden. En daar is de poli natuurlijk nu ook heel druk mee. Hè? Van de afspraken die afgezegd zijn, moeten ingehaald. Er staan nog altijd geplande afspraken die er al stonden, want soms gaat dat heel ver vooruit. En er is een nieuwe stroom. En daarom is er ook best veel werk te doen op de poli, terwijl we echt nog maar beperkt mensen kunnen ontvangen. Want op 1,5 meter in een wachtruimte, ja, de wachtruimtes zijn ook niet enorm groot. Nee, moeilijk. Dus er zit echt nog wel, moet veel gestroomlijnd worden. Ja, ja. Dat is inderdaad heel moeilijk. Ja. Als mensen nou denken van, ik heb toch iets van symptomen, dan moeten ze misschien niet bij het ziekenhuis terecht, kan wel getest worden. Wat moeten ze doen? Nou, in elk geval natuurlijk als er iets is, net als dat je normaal ook doet bij de huisartsen aankloppen, of als het iets is wat echt aan je specialisme, wat je al hebt gerelateerd, is contact opnemen met de poli of met de specialist. Maar niet afwachten, niet maar denken van, laat maar zitten of ik ben niet belangrijk of ik word niet gehoord. Want we willen echt wel veilige zorg blijven bieden, en ook in deze omstandigheden. Dat hebben we ook de afgelopen periode gedaan. Zeker als het om spoedzorg ging en om oncologische zorg. Wat kon, hebben we door laten gaan. Ja, dat is en dat mooi. Willen we echt ook blijven doen. Ja, ja dat, daar is een ziekenhuis voor, hè? Kun ja, je dat niet daar staan we ook voor. Ja, daar voel je heel rot over. Hoe kijk jij naar de verruimingen? Het zijn er zoveel. Nou, ik ben wel heel blij dat er verruiming is. En vooral, en niet alleen voor bezoekers en voor patiënten en mensen die naar het ziekenhuis komen, maar ook voor medewerkers. En natuurlijk heeft het ook weer andere dingen, andere consequenties, wat ook wel weer moeilijker maakt. Maar wat we natuurlijk heel erg ervaren hebben, en dat is ook met medewerkers zo, je hoofd en je hart zitten vaak niet bij elkaar. He, je wil, nee, ja, in je nee, hoofd begrijp niet. Je het veel. In je verstand ook van, ja, we weten dat we dit moeten, dat we ook die beperkingen op moesten leggen. Maar je hart sprak zo vaak anders. He, voor die mevrouw die daar lag, die haar man niet kon ontvangen. Of ja, dat strookt niet met wat wij als mensen ook nodig hebben. En ja, dat past niet bij ons. Dus dat is wel een nou, iets geweest waarvan ik blij ben. Ik ben blij dat mensen weer op bezoek mogen komen. En het is echt nog beperkt, hè? Maar ik ben wel heel blij dat er mensen mogen komen. Ja, en dat precies. We weer blije patiënten zien die ook misschien even met de fysiotherapeut op de gang even kunnen lopen in plaats van een rondje op hun kamer. Want ja, een eenpersoonskamer is prachtig, maar hij is niet zo groot voor allerlei rondjes. Dat heb je gauw gelopen. Dat is 3 stappen, denk ik, ongeveer. Ja, prachtige kamer, zo daar niet van. Ja, fantastisch. Zijn er schrijnende dingen gebeurd die jou erg gepakt hebben? Of jullie? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk ook wel bij patiënten gezien waar mensen die echt heel ziek zijn of gaan overlijden, dat toch, het is toch erg dat dan iemand naast je zit en eigenlijk je niet aan kan raken. Of met een handschoen ertussen of met een mondkapje. Ja, de nabijheid van mensen is dan toch ook wel heel, ja, dan zien we ook weer hoe nodig we dat hebben als mensen. Hè? Dus dat is schrijnend. Een aantal bezoekers kun je wel ontvangen, maar niet iedereen. Dus dat betekent altijd dat mensen niet afscheid kunnen nemen zoals ze dat graag zouden willen. Ja, dat is schrijnend. Ja. En ook voor medewerkers, want die hebben ook echt wel hele nare dingen gezien. Ook hele mooie dingen. Maar ik heb ook gezien en gehoord hoe dat verpleegkundigen en serviceassistenten van afdeling vooral ook geraakt hebben. Maar het mooie vind ik ook dat mensen toch heel veel met elkaar delen. En ook ja, je collega's, soms ook je beste therapeut, want die snapt dan ook wat je hebt doorgemaakt. En dat vind ik ook wel mooi weer. Het heeft altijd 2 kanten. Ja, nou, ik vind het mooi om mee te besluiten. Hè? We hebben ook mooie dingen meegemaakt. Ja. Ik hoop van harte dat jullie wat je geleerd hebt niet in de praktijk hoeft te brengen. Nee. En dat er geen uitbraak meer komt. We weten wel dat we het kunnen als het nodig is. Mooi, ja, mooi dat in ieder geval. Dat is ook een veilig gevoel. Ja, ja. Zeker. Dankjewel, Roelie. Graag gedaan. Woensdag werden de eerste opnamen van theatervoorstelling Vissers in Verzet gemaakt. Dat gebeurde op verschillende plekken, ook in de Schemer bij de Palendijk. Thank you.
toppie, toppie. Examen doen was er dit jaar niet bij door alle corona-perikelen. Toch was 4 juni een spannende dag voor de examenkandidaten van het Oostwende College. Natuurlijk, je weet wel ongeveer hoe je ervoor staat, maar toch, vol spanning wachten ze af. Linda Vedder, als Twente College. Ja, vandaag een hele bijzondere diploma-uitreiking, of? Ja, het is zeker bijzonder. In deze coronatijd natuurlijk, de leerlingen hebben keihard gewerkt. En toch allemaal een beetje anders dan anders. En we zeiden van ja, het is allemaal al een beetje raar en niet echt heel feestelijk. Dus dan moeten we er zelf maar een feestje van maken vandaag. Vandaar dat we zeiden, we versieren de auto, een muziekbox mee. En we maken er een feestje van voor ze. Het was alweer Bunschoten Actueel. Vandaag werd het gepresenteerd door Jan Muis en mijn persoontje Jan. Fijn dat we dat weer samen konden doen. Graag gedaan. De Los gaat zaterdag opnieuw een derby van jaren geleden uitzenden. Dit keer november 2015. Wij gaan nog enkele weken door met dit gezamenlijke programma. Volgende week nog 2 keer, op woensdag en op vrijdag. Daarna gaan we over op 1 keer. Hopelijk betekent dit dat we langzaam weer opklimmen uit dit coronadal. En dat kan alleen als we het samen doen. Dus zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen.